Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op Kafloris en vandaag spelen wij Brawl Stars. Ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer zeker op mijn kanaal voor meer video's, want we gaan weer richting de 100.000 abonnees en daar ben ik super blij mee. En dat komt puur door jullie support. En wij gaan kijken of we op deze video de 1000 likes weer kunnen halen, want ik heb echt een heel erg ziek idee voor jullie vandaag. Ik speel namelijk met Marijns, Tweede Koud en Gurgen, ik weet niet of het op zijn Spaans uitspreekt, Jurjen, kan je het ook zeggen, dat is Nederlands in ieder geval. Spelen allebei op een tweede account en wij gaan kijken hoe snel ik 100 trofeeën erbij kan krijgen in Brawl Stars. Marijn heeft trouwens ook een YouTube kanaal, komt nu in beeld. Abonneer eventjes als support, want hij helpt mij de laatste tijd heel erg veel. En je kan ook zien dat ik nu op 11.7k zit. En ik ben ook gisteren flink gaan pushen met Marijn's tweede account en nog iemand anders. Ik heb mijn Jackie naar 500 gepusht. Ik heb mijn Dynamite naar 500 gepusht. En ik heb volgens mij... Ja, en mijn Poco naar 500. Ik heb echt heel veel trofeeën ben ik echt omhoog gegaan gisteren met Marijn. Ik zit nu op 11.700 trofeeën. En wij moeten dus kijken, ik schrijf het even op. We beginnen met 11.704 en met Tara. Ik denk dat ik alles met Tara ga spelen op 205. Ik schrijf het even op. De tijd gaat nu. Oh, dan moet ik even goed kijken. Weet je wat, dan wacht ik eventjes. Dan kan ik voor mijn opnames goed doen. Oké, 1 minuut 45 op mijn opnames nu. Boom, gaat de tijd nu in. En dan gaan we kijken hoe snel wij dus 100 trofeeën erbij kunnen krijgen in Brawl Stars. Oké, het is eigenlijk 1 minuut 50 voor mij geworden. Oké, let's go. Dan ga ik dus even kijken. Ik ga geen stopwatch doen. Dat vind ik niet heel... Dat kan ik wel doen, maar dat... Ja, misschien doe ik dat wel. Ik moet even kijken. Ik denk niet dat ik een stopwatch doe. Ik denk dat ik gewoon bijhoud zelf. Ik denk dat dat iets beter is. Want zo'n stopwatch vind ik gewoon een beetje afleidend eigenlijk. Ik heb liever gewoon gameplay. En dan zie ik het. Dan laat ik het wel aan jullie zien. En ik ga sowieso alle potjes ga ik gewoon laten zien. Dus het is niet dat ik ga knippen. Want anders kon ik ermee sjoemelen natuurlijk. Dat gaan we niet doen. Maar we gaan gewoon kijken dus hoe snel we dit kunnen gaan winnen. Ook wel leuk dat ik met Tara speel. Want Tara is niet echt een knokker die ik vaak gebruik. Daar weet ik ook gewoon weinig van af van Tara. Dus dat is ook wel gewoon handig dat ik dus met Tara speel. Maar wij gaan even kijken hoe snel we dit dus kunnen gaan winnen. Ik ben heel erg benieuwd hoe snel we dus die 100 trofeeën erbij kunnen krijgen. Dat zijn in totaal ongeveer 13 potjes. Maar het gaat nu even niet zo lekker eigenlijk. Het gaat nu even niet zo heel lekker in de zin van we winnen nu niet heel snel. We winnen nu niet heel snel eigenlijk. De vorige potjes, gisteren ging het wat sneller. Het komt waarschijnlijk ook omdat we even moeten inkomen. Dit natuurlijk weer een andere map is. Nice, Mr. P neer. Dan ga ik nu eventjes die kroon neerhalen. Dan hou ik deze Sprout even hierheen. Boom, en dan kan Marijn naar binnen lopen. Let's go. Dan hebben we de 1-0 nu binnen. En dan gaan we nu even snel kijken of we de 2-0 ook binnen kunnen zetten. Super chill nu om gewoon zo snel mogelijk trofeeën dus te gaan, erbij te gaan laten krijgen. Dus dat is super chill. Daar gaan we nu dus ook gewoon lekker voor. En ik ben heel benieuwd hoe snel dit kan. Volgens mij heb ik de vorige keer speelde ik solo showdown. En toen heb ik in een half uur lang spelen heb ik 100 trofeeën erbij gekregen. Maar ik denk nu dat het wel een stuk sneller moet gaan. Ik ben ook sterrenspeler. Dat is super chill. Ik denk dat het nu wel een stuk sneller hoort te gaan. En we gaan gewoon kijken dus hoe snel ik dit kan. Misschien wel in een kwartiertje. Ik denk dat een kwartiertje wel heel lastig gaat worden. Dan moeten we echt dat potje sneller winnen dan dit potje. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd. En vinden jullie dit nou leuk? Laat zeker een like achter. En weet je nog andere leuke ideeën die ik kan gaan doen op Brawl Stars? Zeg gewoon in de comments. Want ik lees elke comment. Sowieso trouwens. Gisteren pushte ik dus met Jackie. Met Jackie pushen is het ook wel heel makkelijk. Jackie is een verdomd goede knokker, jongens. Dat wist ik natuurlijk ook al wel. Maar ik merkte het gisteren pas... Oh nee, ik merkte het gisteren pas echt... Hoe goed die Jessie nou eigenlijk is. Let's go. Hele snelle 1-0 van Marijn. Echt die Jessie. Ik zeg Jessie. Ik bedoel Jackie. Jackie is echt zo'n goede knokker. Ik merkte het dus vooral gisteren. En mensen zeiden ook van... Ja, je moet niet met pro's de hele tijd spelen. Zo, daar leer je niets van. De ene kant heb je gelijk. Maar de andere kant ook weer niet. Want ik heb gisteren dus met Jackie gespeeld. En met Dynamite. En... Oh, nee. We staan 1-1. Met Dynamite. Met Jackie dus. En met... Poco, en ik heb er toch wel wat van geleerd. Want zij geven mij ook gewoon tips natuurlijk. Dus, oeh, kijk, daar probeerde ik ze bij elkaar te halen toen El Primo ging springen. Zij geven mij natuurlijk ook gewoon tips. Let's go, Marijn. Mooie goal. Dus ik leer er wel degelijk wel wat van. En de hele tijd als ik, iets verkeerd doe of zo, dan vertelt hij ook gewoon tips. En hij geeft op het einde tips. Dus ik vind het juist heel erg fijn om met pro's te spelen. In plaats van alleen maar solo showdown. Sowieso vind ik 3 tegen 3 een stuk leuker. En ik speel ook heel veel met mijn clubgenoten. Speel ik ook gewoon heel veel 3 tegen 3. En dat vind ik gewoon veel leuker. Dan met eentje solo showdown te spelen. Daarnaast wil ik nog wat zeggen. Oh ja, gisteren in de video zei ik dat ik de 3e beste clan was, zeg maar, als YouTuber zijnde. Op club bedoel ik. Op Brawl Stars. Maar dat klopte niet, want ik was vergeten dat Wins en Loses van Lachkid was. En ik was vergeten dat
Dutch Leaders van Sir Nielsen was. Dus eigenlijk was ik de vijfde beste YouTuber van Nederland met club, zeg maar. Dus dat is wat minder goed dan eerst. Maar ja, is op zich alsnog natuurlijk heel goed de vijfde YouTuber. Er zijn heel wat YouTubers die opnemen met veel meer abonnees. Ik bedoel, Gamers heeft veel meer abonnees. Dylan Lages heeft veel meer abonnees. Lachkit heeft meer abonnees. Eigenlijk iedereen... Oh nee, Sir Nielsen dan niet. Die heeft het heel goed gedaan. Die heeft minder abonnees, maar die heeft wel een hogere clan. Dus hij heeft het voornamelijk heel goed gedaan. Maar dat is alsnog natuurlijk niet gek dat die dan boven mij staan. Maar 2-0, let's go. We gaan lekker. Super bedankt sowieso, dat heb ik nog niet gezegd. Marijn en Jurjen, ja, ik ben zo benieuwd hoe moet je dit nou uitspreken. Jurjen, ik ga het gewoon op Nederlands doen. Jurjen, voor het meedoen, super bedankt daarvoor. Maar we gaan lekker, jongens. We zijn nu ongeveer 5 minuten aan het opnemen. En we hebben volgens mij al 3 potjes gewonnen. Dus dit gaat echt mega, mega snel. Misschien kan ik ook een keer een special doen hoe snel ik 1000 trofeeën erbij kan krijgen. Maar dat is eigenlijk veel te veel. We moeten dit gewoon rustig gaan opbouwen. Laten we nou maar eerst even de video afmaken met 100 erbij. Kom maar, Crow. Ja, let's go. En dan is Crow neer. En dan ben ik denk ik... Ah, waarom vertraagde ik daar zo hard? Ja, nu ben ik sowieso te laat om te gaan scoren. Dat is jammer. Kom, Jean, neer. Nee, nou, gelukkig is Marijn er weer en Jurjen. Ik had eigenlijk wel kunnen scoren als ik iets sneller was, maar ik was echt mega traag. Let's go, paas naar Marijn. Marijn gaat sowieso nu scoren, want het goal was open. Let's go, 1-0 gewoon weer. En dan gaan we gewoon weer pushen. Ik speel dus best wel weinig met Tara, dus ten eerste vind ik het nu wel fijn om 100 trofeeën met Tara erbij te krijgen. Want ik speel dus niet zo heel veel met Tara. Hoppatee, boom, bij elkaar. Dat's, let's go. Dan gaan we deze B even killen. Mooi, en dan is dit een heel snel potje weer. Gewoon onder de minuut. En als we gewoon onder de minuut blijven winnen, dan kunnen we het misschien wel halen in een kwartiertje. Ga gewoon gelijk door. Ik zit nu op 237 met Tara. En ik begon op 205 met Tara. Dus ik zit nu op 32 trofeeën erbij in ongeveer 6 minuten. In ongeveer 6 minuten 32 trofeeën. Dan zitten we niet op het schema in een kwartiertje 100 erbij. Dan zitten we niet op dat schema, helaas. Dat was ook wel een heel optimistisch schema. Maar het kwam voornamelijk door dat eerste potje. Dat eerste potje ging echt heel traag in vergelijking met de andere potjes. Let's go, Bo is neer. Toen moest ik waarschijnlijk zelf ook een beetje inkomen. Nee, Tara, nee. Tara. Oké, paas naar Jurjen. Dan paas Jurjen naar mij. Kom maar met die bal. Oké, de laatste keer. Nou, dan wacht ik eventjes. Dan pak ik even die bow. Zo, even de bal wegspelen. Oh nee. Let's go. Dan ben ik neer daar. Maar hopelijk kan Jurjen iets doen. Nice, ja, die gaat hem pasen. Oké, dit is wel een langzamer potje. Maar we hebben alsnog binnen 40 seconden de eerste goal neergezet. Ga ik nu even druk zetten via rechts. Ik heb bijna mijn special, dus dat is ook altijd wel handig. Ga ik die nu al inzetten? Ja, die ga ik gewoon nu inzetten. Boom, dan komt dit allemaal bij elkaar. Let's go. Mooi teruggekomen. En hebben we alsnog heel erg snel weten te winnen. Ongelooflijk. We komen natuurlijk ook tegen hele lagen. Maar ik vind het mega chill dat ik gewoon nu snel kan pushen. En ik vind het sowieso echt een mega vet video idee. En ik heb hem zelf bedacht. Ik heb hem oprecht zelf bedacht. Want ik heb deze niet in de comments gelezen. Ik heb deze gewoon maar zelf bedacht. Ik dacht van ja, wel leuk om te doen. Trouwens. Binnenkort komt die update uit. En in die nieuwe update kan je geen gems meer krijgen uit je dozen. En normaal gesproken zou mij dat niet heel veel boeien. En zou ik die dozen gewoon opsparen. Maar ik heb besloten om die dozen gewoon maar te openmaken. Want ik heb echt meer dan 100 dozen heb ik opgespaard. Ik ga die dus voor de update openmaken. Omdat ik toch nog niet alle knokkers heb. Dus voor mij maakt het... Oh nee. Voor mij maakt het toch niet heel veel uit, zeg maar. Dat ik dan niet gelijk die nieuwe knokker krijg. Want ik ga ten eerste sowieso die Pass Royale kopen. Dus die chromatische knokker. Die chromatic knokker. Die krijg ik sowieso wel al. Gewoon in die Pass Royale. In die Brawl Pass. En die andere knokker. Ja, ik kan wel mijn dozen opsparen. Wachten tot de nieuwe update. En dan de dozen openmaken. Maar dan loop ik echt, ja, denk ik 150 gems mis of zo. En dat is bijna gewoon een hele Brawl Pass. Dus ik ga gewoon die dozen gewoon die ik nu heb opgespaard. Ga ik in volgende video, in morgen dus, ga ik die openmaken. Hoppatee, kom jij even hier, Bibi. Kom jij eens even hier. Ga ik die in de video van morgen openmaken. Dus zorg ervoor dat je gewoon geabonneerd bent. Belletje aan hebt staan en er morgen bij bent. Want dan kan je gelijk die video checken van morgen. Waarin ik meer dan 100 dozen ga openmaken. Dat is echt mega, mega ziek natuurlijk. Oké, maar het gaat even lekker. Het gaat heel erg lekker. En ik ga denk ik ook eventjes wachten tot ik 12.000 heb. Zodat ik ook gewoon een megadoos erbij kan openmaken. Dan heb ik gelijk een hele zieke video. Maar Jurjen is sterrenspeler. Wij pushen door. De tussenstand is 48 cups omhoog. 48 trofeeën omhoog. In een tijd van 8 minuten. Dus een kwartiertje is echt niet te doen. Maar 20 minuten gaat makkelijk lukken. We hebben dus 48 trofeeën nu in 9 minuten. Oké.
48 trofeeën. Nee, 8 minuten. Sorry, ik zei het verkeerd. 48 trofeeën, 8 minuten. Oké, let's go. Gaan we gewoon even lekker door. Gaan we nog even lekker door. Dan pakken we die Frank. Oh, wat een snel potje. Boom. Jurien heeft gescoord. Let's go. Ik denk dat ik ook gewoon eventjes op beeld gewoon zet hoeveel trofeeën ik heb gehaald, zeg maar. Dat is wel wat overzichtelijker. En ik denk alleen niet dat ik die stopwatch ga doen. Want ik denk niet dat dat heel... Ik vind dat een beetje afleidend, zeg maar, zo'n stopwatch in beeld. Let's go, Marijn. Ga jij scoren nog of niet? Marijn, je weet wel dat we een challenge aan het doen zijn. We moeten zo snel mogelijk winnen. Let's go. Maakt natuurlijk allemaal niet uit. Maakt allemaal niet uit. Let's go. Weer plus 8 dus. We zijn nu al op 200. We zitten nu al op 261. En we blijven doorrammen. Dit gaat echt mega snel. Ik moet dus Tara naar 305 pushen. En dan is het allemaal gelukt. En heb ik de 100 trofeeën extra bereikt. We komen nu tegen een Bibi en een Carl. Eventjes wachten. Laat ik die Bibi en Carl even op me afkomen. Kan ik eigenlijk split damage... Oh, damage doen. Oei, 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 oei. Dat scheelde weinig. Kan ik eigenlijk split damage doen met Tara? Dat ik zeg maar twee knokkers tegelijk raak. Ik paas trouwens even naar Jurien, want Marijn heeft zijn special. En dan kan hij misschien in één keer de goal in maaien. Hoppatee, gooi ik nu even alles bij elkaar. Oh, hoe heeft Marijn gescoord? Terwijl er letterlijk 3 mensen in dat goal stonden. Ik heb echt geen flauw idee. Mijn hele special was echt totaal niet nodig achteraf. Ik weet niet hoe Marijn dat weer voor elkaar heeft gekregen op te gaan scoren. Terwijl het hele goal vol zat. En Jurien loopt ook gewoon naar binnen. Ongelooflijk ziek, jongens. Hoe snel het nu gaat. Misschien halen we dat kwartiertje nog wel. Want we gaan nu opeens echt mega snel. Het was dus alleen het begin dat wat trager ging. En ja, nogmaals bedankt dus Jurien en Marijn dat jullie deze challenge met mij willen aangaan. Super vet natuurlijk. En we gaan nu tegen Mortis, tegen Piper en tegen ook een Max. En Max is wel een hele goede knokker. Dat heeft Marijn wel goed uitgekozen. Want Max is natuurlijk mega snel. Dus je kan echt heel snel met Max het goal in rennen, zeg maar. Gewoon zijn boost gaan gebruiken. Dan ga ik hier even Piper schieten, scoren. En dan deze, let's go. En dan heb ik straks ook weer mijn special. Waardoor ik ze natuurlijk eventjes opzij kan gaan zetten. Ik ben natuurlijk nu niet met Marijn in goal. En ook niet met Jurien. Dus echt een wereldrecord of echt... Oh, dat is een heel slechte special van mij, zeg. Echt een wereldrecord of echt een mega snelle tijd. Dit is sowieso al een snelle tijd. Gaan we niet neer kunnen zetten. Maar ik kan een keer proberen, als jullie dit leuk vinden, om dit dus nog een keer te doen. En kijken of ik mijn vorige tijd kan gaan verbeteren. Maar weet u natuurlijk nog niet mijn eigen tijd. We moeten nog 23, nog 28 trofeeën. Zo, misschien halen we het wel nog een... Zitten nu op 11 minuten. Nee, 28, 11 minuten. Nee, dat halen wil ik niet. We moeten nog 4 potjes winnen. 4 potjes winnen in 4 minuten. Nou, het is wel mogelijk. Het is wel mogelijk. Moeten dan alleen heel snel zijn. Moeten dan echt alleen heel snel nu zijn. Nou ja, we beginnen sterk. Goed begin. Heel goed begin. Kom op, let's go. Misschien halen we het wel. We moeten nu steeds proberen binnen een minuut te winnen. Het is wel echt ook een mega zieke challenge, hoor, jongens. Binnen een minuut is ook echt insane. Echt insane. Boom, kom maar hier, Bibi. Kom maar hier, Tara. Ja, nou, dit gaat lekker. Dit potje was in 26 seconden. Misschien redden we het wel. Voor mijn timer is het dus dat ik op 16 jaar... Nou, misschien halen we het, jongens. Misschien halen we het. Het zou echt mega ziek zijn. Ook chill dat ze gelijk doorspelen. Dat ze gelijk weer alert zijn. Dat we gelijk weer door kunnen. Oké, Sprout, Piper en Spike. Moet ik even oppassen dat ik niet door die Piper gelijk... twee keer gehit wordt, waardoor ik dus dood ben. Daar moet ik een beetje voor oppassen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor die Spike. Oei. Ik zit een beetje in de problemen, hè. Ik ga eventjes nu via deze kant. Ga ik even kijken of ik die bijvoorbeeld extra damage kan gaan doen. Jurien, die gaat sowieso neer. Die gaat sowieso dit niet... Nou, als we nu even die Spike neer kunnen... Maar jij gaat waarschijnlijk zijn veld hier neerzetten. Kom op, ik wil hier doorheen. Snel. Jurien, scoren. Let's go. 26 seconden weer. Weer een goal na 26 seconden. Nice. Gelijk die druk zetten, want ik wil het kwartiertje halen. Misschien is het wel mogelijk. Misschien is het wel mogelijk, jongens. Oké, druk. Kom, Jurien heeft nu zijn boost. Oh, nee. Die Spike, die vertraagt het zwaar. Nee, die Spike verpest het. Oei, dit gaan we niet binnen een minuut winnen, dit potje, denk ik. Nee, ze zijn ook beide allebei dood. Oh, god. Nee, hier gaat het. Oh, we hadden echt een kans om het in een kwartiertje te doen. Maar ik denk dat we het hier hebben vergooid. Ja, we hebben het natuurlijk niet echt vergooid. We komen gewoon tegen steeds betere spelers. En deze spelers zijn gewoon niet heel slecht. Dat is natuurlijk ook een ding. Op deze Sprout neer, Spike neer, ja. Kom maar hier, kom maar breed. Oh, nee, hij gaat nu gewoon even zijn boost gooien.
Oei, misschien gaat hij wel neer. Ja, hij gaat neer. Ah, nee. Nee, dan ga ik het ook niet kunnen scoren. Nee, dit is... Oh, dit potje is naaiend. Een van de laatste potjes verpest het om het binnen een kwartier te doen. Maar ja, maakt natuurlijk allemaal niet uit, jongens. Het maakt ook allemaal niet uit. We doen het alsnog heel snel. Ben nu wel heel erg gebrand om in een nieuwe video te gaan proberen het binnen een kwartier te gaan neer te zetten. En dan wel met Carl. Ja, let's go. We hebben nu nog wel weten te scoren. En dan wel met Carl, want we zitten nu echt bijna... al op het kwartier. Ik ben sterspeler, let's go. Oh, we moesten echt nog twee potjes. Waarschijnlijk halen we dan net niet, echt net niet binnen een kwartier. Want we zitten nu echt bijna op het kwartier. We moeten nog maar twee potjes winnen. Dat kan zo snel gaan. Ik ga pushen via de linkerkant. Daar komt Mr. P en Jackie. Jackie is best wel chill. Die dichtbij knokkers, die kunnen we best wel snel maaien nu met ons team. Oh. Oei, oei, oei. Marijn, pasen naar mij. Let's go. Let's go. Oh, dat is echt zo zonde van het vorige potje. Want dit potje gaat ook weer mega snel. Maar we zitten nu op het kwartier. En we moeten eigenlijk nog 3 doelpunten. We moeten hier nog een goal maken. En natuurlijk in het volgende potje moeten we nog 2 goals maken. En dan hebben we het gehaald. Maar nee, we willen het kwartier dus niet weten redden. Maar ik denk wel dat het kwartier mogelijk is. Dat het mogelijk is om in het kwartier te doen. Ik weet niet wat deze Ems eigenlijk aan het doen is. Ja, dan gaan we het gewoon op deze manier... Oh nee, waarom pas ik me naar daarheen? Nou, dan gaan we het gewoon op deze manier doen. Oei, gaat die Jurje in het halen? Hij gaat sowieso neer, toch? Dat kan haast niet dat hij dit overleeft. Nee, ik wou net zeggen, dat is gewoon echt onmogelijk. Ik heb wel even die Mr. P weten te hitten. Nee, dit potje is ook wel een trager potje. Dan de vorige potjes. Deze gasten zitten best wel wat druk op ons. Die Ems had eigenlijk al lang moeten scoren. Ja, ik wou net zeggen. Hij had echt al lang moeten scoren. Hè? Maar dan gaan we even kijken of we nog het kunnen winnen. Nu maakt het iets minder uit. Want we hebben dat kwartier nu toch niet weten aan te tikken. Helaas. We moeten wel winnen. Als we nu opeens gaan verliezen. Dat is ook niet een best geval. Hoppatee. Ja. Oh nee. Nou, we worden misschien iets optimistisch. Gaan ze nou winnen van ons? Dat zou niet goed zijn. Dat zou niet best zijn, jongens. Dat zou zeker niet best zijn. Ik ga even kijken of deze Mr. P heel snel kan pakken. Ja. Ik ga gewoon even die bal maar wegspelen. We moeten nu echt even op gaan passen dat we dit potje niet eens gaan verliezen. Natuurlijk kom ik dus steeds hoger. Ik kom nu richting de 300 met mijn knokker. En dan worden de tegenstanders al iets beter dan eerst. Ik ga nu even kijken of ik een mooie cirkel kan maken. Ah, alleen die Mr. P. Dat is niet al te best. Hoppatee naar voren. Dan ga ik even uit deze Jackie avond. Oh. Nou, Jurjen weg. Oh, let's go. We hebben die Jackie. Dat scheelde heel veel. Alles was ik daar neer. Nou, hebben we dit alsnog gewonnen. Maar dit is het traagste potje, denk ik, van allemaal. Of dat eerste potje. Dat weet ik niet. Maar we moeten nog een allerlaatste potje doen. Want we moeten op 305 komen. We zitten nu op 301. Dus het allerlaatste potje met Marijn en met Jurjen. En dan gaan we kijken dus hoeveel trofeeën ik... Hoe snel ik dus 100 trofeeën omhoog gekomen ben. Ik zit op dit moment op 16 minuten trouwens. Op 16 minuten. Dus het zal wel iets van 17 minuten zijn. Misschien ga ik toch wel een stopwatch erin gooien. Ik denk dat ik toch wel even op zoek ga naar een stopwatch. En die erin gaan maaien. Oh nee, Mortis. Ga weg. Ja, kijk. Let's go. Dan kunnen we nu even weggaan. Dan maai ik even deze BB. Oh nee, die BB kreeg net levens erbij toen ik ging hitten op BB. Niet best. Ik ga via rechts pushen. Hoppatee, Mr. P neer. Let's go dan. Oh, Mortis gaat achter mij. Ja, maar ja, Mortis, dat mag je doen. Maar de bal is al lang weg, mijn vriend Mortis. De bal is al lang weg. En dan ga ik nu even deze gooien. Hoppatee. Boom, allemaal bij elkaar. Let's go. Dan heb ik er gewoon nieuwe. Ik heb weer een nieuwe. Hoppatee. En Mr. P is ook neer. Oh, dat had ik echt veel eerder kunnen doen. Op deze manier alles bij elkaar gooien. Zo snel mogelijk iedereen killen. Maar een heerlijke video. De tijd stopt. En het is in ongeveer 17 minuten hebben we dit gehaald met de partij. Kijk, plus 104 met de dingen er doorheen. Dan moet je kijken trouwens hoeveel dozen wij ook hebben. Die ga ik in de video van morgen openmaken. Zorg ervoor dat je erbij bent. Super bedankt Marijn. Super bedankt Jurjen. Volg Marijn ook even op YouTube, jongens. Ik hoop dat je de video nog even kijken. Zien we de volgende video. En tot dan, mensen.